Zeven van boven de 40 zullen het zich nog wel herinneren. En misschien ook wel geweest zijn in de jaren 70 van de vorige eeuw met een familieuitje of een kinderfeestje. Dolfin Rodam, een dolfinarium in Scharendijken. Met op het hoogtepunt zo'n 150.000 bezoekers per jaar. En hier aan de rand van dit water lag het. Het was gebouwd op een Rijnaak Yama van 100 meter lang. Met twee tribuneschepen. En in het bassin van de Rijnaak, daar is dus zeg maar een tweede huid gemaakt. Om daar een showbassin van te maken. En het was 25 meter lang, 9,75 meter breed en 3,50 meter diep. We hadden dus 9 artiesten. Te weten de Patagonische zeeleeuwen Marco en Dico. De zeebeertjes Bontje, Poefje en Beertje. En de artiesten ertoe, de top, de vierde dolfijnen, Dolf, Marleen, Doortje en Juul. En die verzorgden de show, 6 keer per dag. En die zwommen dan gewoon hier zo in dit water? Dus in het ruim was dus kunstmatig zeewater gemaakt. Want je hebt natuurlijk, het zijn natuurlijk zoogdieren en ze moeten natuurlijk in zout water zwemmen. Kijk, dit is dus de locatie waar we nu staan. Hier recht tegenover bij het steiger, daar lag het dolfinarium. Met een loopbrug en aan weerszijde een tribuneschip waar 500 mensen konden plaatsnemen. Dus per show hadden we 1000 bezoekers. En was het dan ook echt druk bezocht? Heel druk bezocht, vooral in de zomermaanden, toeristisch gebeuren natuurlijk. Afhankelijk van het weer. Bij mooi weer was het minder druk. Maar er hadden we heel snel wat op gevonden om avondshows te draaien. De mensen gaan dan laat van het strand af en willen s'avonds ook vermaak hebben. Bij minder mooi weer, dan was dat volle bak. Erin en eruit. Klinkt niet netjes, maar het is wel zo. 1000 erin, 1000 wachtende, gauw kaartjes verkopen voor de volgende show. 6 keer per dag. Maar hoe kregen we het nou voor elkaar om hier een dolfinarium neer te zetten? In 1970 was de communicatie C70 een tentoonstelling in Rotterdam. Ter gelegenheid van het 25-jarig bevrijdingsfeest na de Tweede Wereldoorlog van Rotterdam. En de wederopbouw van Rotterdam. En dat wilden ze groot vieren. En toen is er een dolfinarium gebouwd. Maar na 3 jaar moesten we daar weg. Toen zijn we gaan zoeken en zoeken en met lobbyen zijn we terechtgekomen hier in de haven, de oude werkhaven van Rijkswaterstaat. En het is Dolfin Rodam gebleven, omdat het in Rotterdam was de combinatie van dolfijnen en Rotterdam. Ja? Dus dat hebben we aangehouden, want die naam die bekte lekker en iedereen nam dat over. De schepen die waren dus 100 jaar oud en aan vervanging toe. En we kregen dus te weinig medewerking om aan de wal te bouwen. En toen moesten we vertrekken. En toen zijn we naar Stijn gegaan in Zuid-Limburg, Steinerbos. En daar zijn we toen gaan draaien. Kijk je er nog met weemoed op terug? Jawel, dat zijn natuurlijk 11 jaar van mijn leven geweest. Dat is niet niks. Onze Perry die was 4 jaar en die gooide gewoon in het bassin. En dan kwam Doortje, die was helemaal gek van Per. En die tilde hem op en dan werd hij in de lucht ingegooid. En hij krijst, hij vond het fantastisch leuk. Je mist het wel, maar het is voorbij. Helaas, het is voorbij. Ook in deze tijd kan dat eigenlijk niet meer, hè? Nee, als ik eerlijk moet zijn, is dat natuurlijk inderdaad achterhaald. Maar voor die periode, ja, de dieren hebben daar een zin gehad. Het publiek had daar een zin. En ook de verzorging was fantastisch. Ja? Dat is heel belangrijk natuurlijk. En dat, in die combinatie is voor die tijd perfect.